We zijn voor de voedselbank bezig vandaag. Heren, ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Security, mag ik even weten wat jullie aan het doen zijn? Wil je de camera even uitzetten? Ja hoor. Ik zie daar in één keer aan een aantal karretjes. Ja, het zijn wel wat ruigere types. Martijn, dat is zo lekker met zijn vooroordeeltjes. Ja, die man die ziet er zo niet veel uit. Hier komt er een. Oh ja. Die is wel redelijk aan het hamsteren, hè? Ja, dit is wel een hamsteraar. Dit is een hamsteraar. Zijn jullie aan het hamsteren? Mag ik het vragen? Ik ben niet aan het hamsteren. Nee, jullie zijn niet aan het hamsteren. Hebben jullie een feestje? Is dit niet vallen? Hamsteren? Nee. Dit is wat hamsteren. Dit is een feestje. We zijn producten aan het inzamelen voor de voedselbank. Willen jullie misschien eens een blikje missen? Eén blikje voor de voedselbank. Kunnen ze hard gebruiken. Kijk eens. Ja, hartelijk dank. Super. Yo. Score. Desinfecteren gelijk. Ja, ik heb geen desinfectiespul meer. Ik vind helemaal geen bij jou. Anderhalve meter afstand. Heb jij 50 cent? Tuurlijk heb ik dat niet. Deze twee zijn open. Nou, dan wordt dit een karretje. Ja, laten stoppen. Ja, zoiets. Heb je toevallig een product voor de voedselbank? Een product voor de voedselbank? Ja, één product voor de voedselbank. We hebben koffiemelk. Ja, één pakje voor... Ja, dat is top. Ah, je bent heel lief. Hartstikke bedankt. Maar, tuurlijk, alle kleine beetje zelf. Thanks. Zo. Is dit een hamsteraar? Ja, dat is een hamsteraar. Is je doelgroep? Is hij niet... Ja, tuurlijk. Pardon mevrouw, mag ik wat vragen? Bent u lekker aan het hamsteren geweest? Ja. Nou, hamsteren niet hoor. Want het schijnt dus dat door alle hamsteraars de voedselbank in de problemen is gekomen. Oh ja. Dus we kijken of we misschien iets kunnen verzamelen om dan terug te geven aan de voedselbank. Heeft u misschien iets kleins? Ja, een stukje broodje. Ja? Kunt u dat missen? Voor de voedselbank, hartstikke bedankt. Oh, je bent top. Dit gaat in goede handen. Nog meer? Nee, nou, nee, het is goed hoor. Ik vind één product wel Eén product is helemaal prima. Alle kleine beetjes helpen. Nee, ja, zeker weten. Hartelijk dank. Ze gaan er blij mee zijn. Deze kan wel een kalletje light minder. Ja. Meneer, we zijn de voedselbank aan het helpen. We zijn een inzameling aan het houden. Misschien kunt u een klein blikje cola light, cola zero missen. Het komt nu niet heel sympathiek over. U bent en aan het hamsteren en u wil niks doneren voor de voedselbank. Ja, die heb je er ook tussen zitten. Hey Dennis Schouten, kom. Dennis Schouten. Je moet wel een beetje in je rol komen natuurlijk, hè. Dus dit is Dennis' baan, de hele dag dit doen. Nou, we zijn nu alweer klaar. Bent u een hamsteraar? Ik heb het patroon wel door bij de consument. Ze geven mij wel, jou niet. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Ik heb die broodjes gekregen. De broodjes aangenomen. Ja, dus ik heb een patroon door. En ze keken naar mij en toen dacht ze, laat ik nog wat geven. Ik heb een patroon door. Mensen geven het aan mij en jij pakt het van waar? Nee. Dat is het patroon niet. Dat is het patroon niet. Wij verzamelen een aantal producten voor de voedselbank, want ze hebben daar een enorm tekort. En dan gaan we kijken bij de hamsteraars of ze één product over hebben voor de voedselbank. En dit ziet er verdomd uit als hamster. Ja, dit is een kleine hamster-sessie, toch? Hartstikke bedankt. Jullie zijn top. Alle kleine beetjes helpen. Dat was geen anderhalve meter afstand, daar moet je echt op gaan letten. Ja, je had wel een leuk trucje hoe je anderhalve meter uit kon rekenen, toch? Van JJ op de grond leggen. Ja, JJ op de grond leggen. Maar dat gaat wel goed. Ik kan hier een week mee rondkomen. Nou, dat geloof ik niet. Oh, jij helemaal. Weer niet? Dat geloof ik niet helemaal. Ja, ja. We hebben de winnaar. We zijn voor de voedselbank bezig vandaag. Heren, ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Security, mag ik even weten wat jullie aan het doen zijn? Wil je de camera even uitzetten, alsjeblieft? Ja hoor. Mensen van de voedselbank die zijn herkenbaar dat ze voor de voedselbank aan het collecteren zijn. Ja. Ja. En dat zie ik niet aan jullie, dus ik wil je vragen om hier te stoppen. Ja, jullie staan op privéterrein. Je hebt hier geen toestemming voor. Nou, laat het even je hebt het niet kenbaar gemaakt, je hebt het niet aangekondigd, niks. Dus je mag ermee stoppen. Oké, duidelijk. Ja? Zoals je waarschijnlijk wel hebt gezien, werden we heel vriendelijk verzocht. Om op te typen. Kijk, een hamsteraar dat inladen. Nou, vrede daar op de trap. Hey, hallo. Hebben jullie gehamsterd? Nee. Nee? Nee. Nee, zeker weten. Want blijkbaar zijn de hamsteraars de reden waarom voedselbank nu bijna geen eten meer over heeft. We vragen niemand of je één product, kan missen. Missen voor de voedselbank. Ja? Het probleem voor mij. Ja, kijk. Kijk. Dit is het probleem. Ja, toppers. Je bent een topper, man. Dankjewel. Hartstikke bedankt. Hey, maar wel, is het toiletpapier of keukenpapier? Nou ja, je kan het voor beide gebruiken. Bingo. Oh, dit is bingo. Ja. Zijn jullie aan het hamsteren geweest? Wij zijn voor onze jongens aan het kopen. Oh, echt? Oh, wat lief. We moeten ook allemaal werken. Kunnen jullie misschien één product missen voor de voedselbank? En wat, hè? Wat kan er gemist worden? Ja? Super. Daar zijn ze wel heel blij mee. Hartstikke bedankt. En succes met de jongens. Bassaardsuiker. Ja, nou, dan kunnen ze toch weer lekker koffie zetten. Ja, lekker gezond. Zeggen dat mensen met meer
gewicht meer kans hebben op het overleven van corona, toch? Ja, ze zeggen dat als je diabetes hebt, dat je dan feitelijk 0% kans hebt om te overleven. Dus laten we ze vooral bastardsuiker geven. Jij weet het zo mooi, is best wel kut te maken. Ja, waarom? Ja, heel subtiel. Jij maakt me gelijk helemaal kapot. Nou ja, als het coronavirus niet hebben, dan heb je pardon. We zijn een boodschap aan het ophalen voor de voedselbank. Die schijnen het best wel lastig te hebben in deze periode. Hebben jullie misschien iets wat jullie kunnen missen? Misschien één keer cola zero'tje? Alle kleine beetjes helpen. Alle kleine beetjes helpen. Hallo jongens. Ah, dit is heel lief. Dit is super. Hartelijk dank. Top. Nou, Martijn, je had één taak. Hallo mevrouw. Anderhalve meter. Oh. Zullen we dit gewoon maar gaan langsbrengen? Ik vind het wel aardig wat eigenlijk. Ja, hè? Ik ook. Ik ben best wel trots op mezelf. Ik ben wel een beetje klaar met de Dennis Schouderrol. Ik ook. Maar goed, laten we dit gewoon lekker wegbrengen naar de voedselbank. Ja. Air 5. Nee, Air 5. Boom. Chaka. Nou, we zijn eigenlijk de voedselbank. We doneren aan jullie. En jullie staan achter mij, dus waarom praat ik tegen jullie? Ik ga niet tegen jullie praten, ik ga het aan jullie geven. We hebben een kleine bijdrage. Top! Alle kleine beetjes helpen, dacht ik. We hebben bij de supermarkt gevraagd of mensen vrijwillig willen doneren. Ja, applaus voor alle mensen. De mensen die wij verzorgen, tenminste helpen met eten en drinken, zijn er heel erg dankbaar. Ik namens hun. Dat is heel fijn om te horen. Ik hoop dat we nu andere mensen ook inspireren om in deze tijd elkaar een beetje te helpen. Ik wens jullie heel veel succes hier met al het werk. Sterkte na de komende tijd. Alle gierige mensen in Nederland, vind deze twee jongens, want daar heb ik lekker druk. Dankjewel. Zo. Wow, wat staan wij dichtbij? Maar ik moet zeggen, ik kreeg een heel warm gevoel daar binnen in één keer. Wat dan? Plas je in je broek? Nee, ik vond het gewoon heel mooi hoe blij ze me waren. Ja, nee, ik ook. Uiteindelijk zijn er twee tassen vol. Je kan het ook niet doen. Het is een kleine moeite om het wel te doen. Dus ook naar de kijkers thuis. Doe alsjeblieft gewoon even een beetje zorgen voor de medemensen. En als je een paar uurtjes vrij hebt in het weekend, kan je deze mensen in ieder geval er heel blij mee maken. En je zag wat voor verschil je maakt met eigenlijk één boodschappentas. Anyway, volgende week zijn we gewoon weer terug met een gierig gastvideo. Ja. Wellicht weer een thema corona. Ja, en het is een beetje misschien gek om dat nu te vermelden zo voor de voedselbank. Maar er loopt nog een actie. Oh ja. Voor 1 april wilden we 425.000 abonnees hebben. We hebben er echt nog wel een hoop te gaan. Ja, dus alsjeblieft, deel met je vrienden. Willen dat dat doorgaat, massaal abonneren en delen inderdaad. En dan zie je Martijn de pan uit spacen. En Niels zie je het aankomende jaar in de psychose. Ja, nou. Nou, leuk. Wie wil dat nou niet zien? Klik op dat knopje. En dan zien we jou de volgende keer, ouwe toppie. Jojo, maar zo.